Ik daag jou uit. Kan jij de video sneller liken dan dat ik een vierkant teken? Hij is af. Het onderwerp is mens. Oh my gosh. En ik ga zometeen proberen, want hier ben ik iets te laat gejoined, om alles te tekenen binnen een minuut. Als je trouwens afvraagt wie dit wordt, ik probeer Jenna te tekenen. Misschien wel één van de engste spelers in heel Roblox. Oké, ik kom er nu achter. Jenna tekenen is moeilijker dan ik dacht dat het zou worden. Ik heb er namelijk een plaatje voorbij gepakt, maar daar lijkt het niet helemaal op. Oké, ik heb nog maar een paar seconden. Zo, dit is Jenna. Dit is Spider-Man. Is Spider-Man een mens? Ja, Spider-Man is een mens. Oeh, deze is best goed gedaan. Deze ga ik 4 sterren geven. Dit is een hartje. Dat is geen mens. Wow, dit is ook best wel goed gedaan. Deze krijgt ook 4 sterren. Oké, op zich 2 sterren. Nee, weet je? 3. Wat is dit? Sorry, 1 ster. Hé, daar hebben we die van ons. Oh, we gaan sowieso niet eens 1/3 zijn geworden. Oh, nee. Wat? Zelfs Spider-Man heeft gewonnen. Oké, we gaan het nu letterlijk moeten doen. Binnen 1 minuut, want we hebben nog maar 1 minuut. Ik ben namelijk een game gejoined die al een soort van zo goed als begonnen was. En het onderwerp is lente. Volgens mij is dat het moment dat de bomen weer een beetje beginnen te bloeien en zo. Bomen? Planten bedoel ik. Bloemen, weet ik veel. Zie ik eruit als iemand die verstand heeft van natuur. Anyways, ik weet niet wat dit voor roze boom is. Maar dat heb je toch soms van die roze bomen. En dan maken we er een mooi zonnetje bij. Hupsakee, zo een zonnetje. En als we nou heel snel zijn, nog een mooie roos. Nou ja, op zich. Dit is iemand die helpt. Sorry. Oké, ik zie bloemetjes en een zon. Alleen het is nog een beetje kaal. Sorry. Hier hebben we een blaadje. Weet je wat? 2 sterren. Hé, daar hebben we die van ons. Dit lijkt op een kauwgomboom. Stel voor dat zou bestaan. Even een hapje van de boom nemen hoor. Oké, deze is wel leuk met de achtergrond zo. 3 sterren. Als we nu winnen, hebben we binnen 1 minuut gewonnen. We hebben binnen 1 minuut gewonnen. Let's go! En ik koop alvast het volgende thema. Oké, we gaan het weer proberen te doen in 1 minuut tijd. Maar dat kan best wel lastig zijn. Het thema is namelijk Cartoon Cat. Cartoon Cat, dat is een enge kat. Tenminste, hangt er vanaf. Je hebt natuurlijk ook een leuke Cartoon Cat. Want Cartoon Cat betekent gewoon tekenfilmkat. Maar wij gaan voor de enge versie ervan, zo. Hoe die er gaat uitzien, ik heb geen idee. Ik bedoel, ik geef mezelf 1 minuut. Dus je kan je voorstellen dat dat best wel lastig is. Wat we dan nu moeten doen, is de mond maken. En dan daarin de tanden. Dat is denk ik het... Oh my gosh, dit ziet er afschuwelijk uit. Nee, wacht, wel. Weet je wat? Soms moet je niet te snel zijn met oordelen. Ook al is dit echt heel erg. Nou ja, op zich. Ik bedoel, kijk, het moet er ook een beetje eng uitzien natuurlijk, want het is Cartoon Cat. Maak er een aantal van die muzieknoten bij, in de hoop dat dat nog een verschil maakt. Oh, ik vind deze niet mooi. Oké, we maken zijn oren nog even af en perfect. En we hebben nog 1 minuut over. Deze is best wel creepy. Waarom ziet dit eruit als een boze slak? Sorry, 1 ster. Dit is inderdaad een cartoon kat. 3 sterren of 2? Ik ga voor 2. Hé, daar hebben we die van ons. Nou, weet je, nu ik hem zo zie, hij is niet vreselijk. Hij is heel vreselijk. Nee, gein. Wow, deze is best wel gaaf. Is dat nou een kat die in een brood zit? 4 sterren. Oké, hoeveelste is Cartoon Cat geëindigd? Meen je dat nou serieus? En mijn papegaai is ook echt heel blij. En ik haal er weer een thema bij. Ik heb voor Rainbow Friends gekozen. En ik weet dat ik dat vaker heb gedaan. Maar deze keer wil ik de familie van Blue tekenen. Laten we beginnen met de achtergrond. En laten we dan gelijk Blue tekenen. Kijk, het voordeel met Blue is... Dit is misschien wel een van de allermakkelijkste creepypasta's Rainbow Friends om te tekenen. Het is eigenlijk gewoon een blauw iets. Dan heeft hij natuurlijk hier een oog. En hier een knoopje. Dan zetten we even wat stipjes neer. Dan weet je ook dat het een knoopje is. Dit is dus gewoon een oog. En dan heeft hij altijd een hele blije mond. Waar dan zo'n beetje slime uit komt lopen. Maar mensen denken dus dat Blue een vriendinnetje heeft. En die zou er dan zo uitzien. Eigenlijk gewoon Blue, maar dan in het roze. Dan doen we zo, zo. Nou, die krijgt dan natuurlijk ook een hele mooie kroon. En volgens mij heeft die wel gewoon 2 ogen. Dus niet 1 knoopoog. Oké, perfect. En dan natuurlijk een glimlach. En niet te ontbreken is dan ook een druppeltje slime. En dan zijn er mensen die zeggen dat Blue een paarse soort van baby heeft. Dus die gaan we hier zo tekenen. Kijk, op zich, het ziet er al best wel leuk uit. Nou, die moeten we natuurlijk ook eventjes afmaken op deze manier. Een mond erbij. Oogjes erbij. Moeten we die dan ook een kroon geven? Nee, laten we die nog geen kroon geven. Wel een druppeltje zo. Kijk, nu zijn we eigenlijk al klaar. Maar omdat we nog een beetje tijd hebben, maak ik wat wolkjes erbij. En op een of andere manier doet een zon het ook altijd wel goed. Dat zijn zeg maar die details die het gewoon een beetje opleuken. En misschien voor de kleur dat we nog een beetje gras neerzetten zo. Om eerlijk te zijn, ik vind hem best goed gelukt. Dan maken we hier nog even zo'n babyhaartje. Nu is die echt perfect. Wow, deze is ook best wel cool. 2 of 3 sterren. Wat vinden jullie? Weet je, ik ga hem 3 sterren geven. Job, omg. En dan wel met Blue. Hé, dat verdient 4 sterren. Sowieso. Oh, deze is ook goed gelukt. 4 sterren? Eigenlijk moet ik deze dan 5 geven. En weet je, 4. Wow, deze is ook best wel cool. Deze krijgt 3 sterren. Hé, daar hebben we de familie van Blue. Toch wel erg leuk geworden. Job, ik ben een fan. Omg. Maar dit is geen Rainbow Friend. Weet je, voor de waardering ga ik je 2 sterren geven. Maar eigenlijk mag dat niet. Wow. Deze Blue is zo blij dat het een beetje eng is. Sorry. Nee, weet je wat? 2 sterren. Kunnen we in ieder geval 1/3 of 2/2 zijn geworden?
Of eerste. Ik bedoel, vind ik ook goed. En ik ga gewoon weer het onderwerp kiezen. Ik ben voor groen gegaan. Dus eigenlijk wat we net deden bij blue, maar dan nu bij green. Bij groen. Ik denk dat we dat dus ook best wel snel kunnen doen. Omdat we nu al wel een heel helder idee hebben van hoe het er moet komen uit te zien. Zoiets. Kijk, wat ik zo mooi vind aan green is hij staat echt bekend om zijn mega lange armen. Oké, kijk. Dit ziet er al goed uit. Alleen groen heeft natuurlijk wel van die scherpe tanden. Kijk, dat gaat wel wat meer tijd kosten. Zoiets, 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 zoiets. En dan zouden we hier het vriendinnetje van green ook maken. Oh, ik ben benieuwd welke leuker gaat zijn. Zo en zo. Ook die krijgt een glimlach. En natuurlijk de ogen. Het is toch nog best wel lastig, eerlijk gezegd. En dan hier dus de tanden weer. Oeps, dat is eigenlijk iets te groot. Nou ja, maakt niet uit. En dan maken we hier een soort van babygroen van. Oh nee. Ik weet eerlijk gezegd niet of deze wel een kans maakt om te winnen. Ik bedoel, weet je wat? Dit lijkt meer op een knakworstje wat ik heb gemaakt. Oh nee. Dat die details heel erg kunnen helpen. Nou, dan hoef ik je niet te vertellen dat er dus ook weer een zonnetje bij moet met een aantal wolkjes zo. Oké. Oh my gosh. Iemand heeft mij getekend. En ik ben groen in Roblox. Dus ik mag dit 5 sterren geven. Waarom ben ik daar niet op gekomen om mezelf te tekenen? Hé, kijk. Deze is eigenlijk ook best wel cool. Oh ja, ik ben de tong van groen vergeten. Oeps. Oh, deze is ook best wel grappig. Dan gewoon weer voor 2 sterren. Hé, daar hebben we die van ons. Ik vind hem leuk, maar ik vond die van blue toch beter. Hier heeft iemand green getekend. Wacht, ben ik dat? Volgens mij ben ik dat aan de zijkant. Hé, sowieso 3 sterren. Oké, ik ben nu echt heel benieuwd wie er heeft gewonnen. We hebben gewoon alsnog gewonnen. En we zijn ook tweede geworden, een soort van. Dit is perfect. Weet je wat? De volgende categorie is watermeloen. Het ziet er naar uit dat er best wel wat mensen in dit potje zitten die mij kennen. Dus ik ben benieuwd wat ze dan gaat tekenen. Ik heb denk ik al wel een idee hoe ik van plan ben om dit te gaan doen. En dan is dit gedeelte volgens mij wat lichter. En dan natuurlijk het belangrijkste is de punt van de watermeloen. Daar ben ik even aan het nadenken. Want dit is natuurlijk best wel een beetje basic. Maar ja, aan de andere kant. Een watermeloen is een watermeloen, toch? Je kunt er misschien ook niet meer van maken. Dan heeft een watermeloen natuurlijk allemaal stipjes zo. Nou ja, stipjes, pitjes. Maar wat ik dan denk ik wel ga doen, om het een beetje leuker mee te maken, is ik ga hem wel van deze schattige ogen proberen te geven. En het is heel makkelijk om ze schattig te maken, gewoon door zo'n twinkle toe te voegen, zeg maar. Ah, kijk. En dan vind ik toch ook dat we hem een glimlach moeten geven. Is dit niet de schattigste watermeloen die je ooit hebt gezien? Nou, weet je wat? Dan maken we er nog even een bordje onder zo. Blijf het zeggen. Misschien een tafel eronder. Maar het is soms echt heel lastig. En een watermeloen mag natuurlijk... Een waterballon, zei ik dat nou? En een watermeloen mag natuurlijk ook in de zon. En we geven de zon een zonnebril. Maar dat vooral omdat we zoveel tijd over hebben. Nou ja, op zich vindt het best wel goed gelukt. Laat in de reacties weten wat jullie vinden. En reageer meloen als je de video nog steeds kijkt. Je bent een baas. Oh, die is echt heel schattig. Deze ga ik 3 sterren geven. Hé, iemand heeft ons gemaakt. Er staat, jam. En dan met een pijltje naar mijn haar. Wel heel origineel. 4 sterren. Oh, deze is ook zo schattig. Dit ben ik, gemaakt van watermeloen, die een watermeloen eet. Met een watermeloen achter mijn naam. Als dat geen 5 sterren is, ja, dan weet ik het ook niet meer. Hier ook weer, een watermeloen met Job erbij. Ik ga deze ook gewoon 3 sterren geven. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje partijdig op dit moment. Hé, daar hebben we die van ons. Deze is ook wel heel schattig hoor. Voor de mensen die zich afvragen waarom mijn Roblox skin watermeloenhaar heeft. Ik heb dat gewoon random een keer gekozen toen ik mijn account aanmaakte. Ik heb er niet echt over nagedacht. Oeh, deze is ook heel nice. En ook helemaal op een bord gelegd zoals bij mij. Deze ga ik wel 5 sterren geven. Oké, nu ben ik echt super benieuwd. Wie heeft er gewonnen? Oh my gosh. Ik heb niet gewonnen, maar bij elke tekening, daar sta ik. Dus dan heb ik toch een soort van gewonnen. Oh my gosh. Ik heb hoofdpijn. Dit was zo grappig. Abonneer voor meer en adios.